Lieve onderneemster, laat jij naar de buitenkant ook nog steeds het perfecte plaatje zien en doe je net alsof het allemaal ontzettend voor de wind gaat. Wat natuurlijk op papier ook zo is, je hebt succes, je kunt je alles permitteren wat je wilt, waar je misschien ooit naar verlangd hebt. Je hebt misschien al je moodboards al gemanifesteerd, maar het plaatje klopt niet, want je voelt je van binnen niet zoals het van buiten overkomt. Mijn naam is Astrid Davidson, onder andere auteur van het boek Prima is Perfect. En ik hou er altijd van om niet alleen het perfecte plaatje te laten zien, maar gewoon hoe het echt is. En ik heb gemerkt dat er een enorm taboe bestaat. Het taboe wat rust op de succesvolle onderneemster die zich van binnen leeg en onvervuld voelt. En die eigenlijk doodop is van het rennen en van het managen en van alle ballen in de lucht houden. Misschien combineer je je onderneming ook met een gezin. En merk je dat je eigenlijk niet de prioriteiten kunt stellen zoals je wilt. Omdat je merkt van ten eerste, ik voel me niet zo gelukkig als ik zou willen. En ten tweede, mijn business trekt de hele tijd aan me. En ik leg daar de focus op en ik veronachtzaam de dingen die er echt toe doen. Ik zou me zo graag vanuit verbinding goed willen voelen en vervuld en ontspannen en echt dat niet alleen mijn onderneming, maar ook mijn leven in het algemeen gewoon één bloeiend geheel is. De reden dat dat niet zo is, is omdat jij zonder dat je het merkt of zonder dat je het weet, moet ik eigenlijk zeggen, waarschijnlijk weet je het niet, alles hebt gebouwd op drijfzand. En dat wil zeggen dat je diep van binnen bepaalde overtuigingen hebt die maken dat jij zo hard je best doet in een poging je beter te voelen. Maar dat gaat niet werken. Je begrijpt het misschien wel, ik heb zelf dit pad gelopen. Een aantal jaar geleden was ik die succesvolle onderneemster die op een gegeven moment dacht van maar als dit het is, ik werk mezelf op deze manier een burn-out in. Dit kan niet de bedoeling zijn van de keuze die ik ooit heb gemaakt voor vrijheid en vervulling. Ik ging op zoek en ik kwam erachter wat het was dat maakte dat ik daar zo in vast zat. En niet alleen dat, ook hoe ik me daaruit kon bevrijden. En dat is een weg die ik nog heel weinig mensen zie bewandelen. Want het heeft te maken met een ander niveau van bewustzijn. Het heeft niet te maken met je dromen manifesteren, de wet van de aantrekking, al dat soort dingen. Want ook dat is voor heel veel mensen een kwestie van heel hard werken. Het gaat er niet om dat we nog meer moeten doen. Het gaat erom dat we leren inzien dat we goed zijn zoals we zijn. En dat we vanuit dat zijn ons leven leiden. En eigenlijk het leven volgen. Nou, wil je hier meer over weten en wil je ontdekken hoe je eigenlijk alles kunt ervaren in je leven, maar dan vanuit een relaxte manier, vanuit verbinding met jezelf, vanuit liefde en ontspanning. Meld je dan aan voor mijn speciale maillijst, want dan hou ik je heel graag op de hoogte. Want na de zomer ga ik een nieuw programma aanbieden, wat heet Shift to Shine. En in de aanloop daarnaartoe neem ik je heel graag mee in de elementen die belangrijk zijn om te shiften naar die andere manier van leven en ondernemen. Ik zie je heel graag daar.